Erik, 3 punten voor NAC. Ja, ging het van een leien dakje, vind jij? Nee, zeker niet. Als je zit in de slotfase, dan missen we te veel kansen. We krijgen een aantal opgelegde kansen om die wedstrijd in slot te gooien. Dan moet je gewoon 1-3, 1-4 maken. En dan krijg je op plaats krijg je nog een penalty tegen, een terechte penalty. Ja, dan kan je hem ook zomaar gelijk spelen. Maar het was onnodig geweest. Dus hartstikke blij dat Jelle die bal pakt. Ja, kan ik me voorstellen, want deze overwinning had denk ik de ploeg, eigenlijk misschien wel heel de club nodig. Ja, absoluut. En je weet dat het geen makkelijke wedstrijd is. Je weet ook dat je in een situatie zit met alle dingen die deze week gebeurd zijn, dat het niet makkelijk is om zo'n wedstrijd te voetballen. Ik moet het wel zeggen dat het team wel in het teamdoel van kort bij elkaar blijven spelen, compact blijven spelen. Daar hebben ze de hele wedstrijd keurig netjes volgehouden. Ja, goed dat dan nog niet alles gelijk allemaal goed gaat, dat hebben we vandaag ook gezien. Maar we hebben vandaag genoeg kansen gecreëerd, maar te weinig gemaakt. Kunnen we toch spreken van een soort schok-effect? Nu Maaskant zijn bies heeft moeten pakken. Dat weet jij ook. Ik geloof daar niet zozeer in. En die jongens hebben anderhalf week gewoon prima getraind en in de discipline en dat soort zaken. Dus dat zag er gewoon goed uit. Waarvan vrijdag misschien wel de beste training is geweest die ik tot op heden bij NAC gezien heb. Dus daar waren we heel erg tevreden over. Ja goed, en dat zijn dingen waar jij gewoon vasthoudt en waar je ook op verder moet. Zowel de staf als de spelers, dat het dus kan en dat we daarmee verder moeten. Wat ik opvallend vond, jij begon met je basiself, zeg maar, ja, eigenlijk met dezelfde spelers als Van Maaskant mee geëindigd was. Waarom heb je dat gedaan? Eigenlijk om twee redenen, of twee dingetjes. Dat Jurie de Kamps niet kon spelen, want anders had hij gewoon centraal met de punt erachter gespeeld. En had Ronnie Stam rechtsback gespeeld. En Suk speelde voor Na, want anders hadden Na en Kamps gewoon gespeeld. Maar inderdaad wel met de speelwijze met de punt erachter. Dat had ook wat te maken omdat de tegenstander 4-4-2 speelt met de punt naar voren. Dus ja, dan is dat iets makkelijker. Ja, dat zijn eigenlijk de twee redenen. Dat betekende wel hè, dat je met Kevin Brands op de bank begon. Later viel hij wel in. Heel veel mensen vragen zich af waarom je eigenlijk niet met hem start. Want hij is ook een jongen die natuurlijk veel doelpunten kan maken. Ja, goed, zoals ik net al zei, dat is meer in de keuze van de speelwijze die wij op dit moment... Heb je er aangepast aan Achilles? Nee, niet aangepast, want daarvoor speelden wij ook al met de punt erachter. Dus ja, daar hebben we hem vast blijven houden. Dus daar is de keuze een aantal weken geleden al ingevallen. Maar goed, we hebben vandaag wel gewisseld om nog meer druk naar voren te krijgen. En nog meer passcirculatie te krijgen op middenveld. En toen wij 3-4-3 gingen spelen, ja, lukte dat ook. En tegen de opzichte van Achilles. En toen hadden ze eigenlijk wel in de greep om uiteindelijk te kunnen slachten. En ja, nogmaals, dat hebben we achterwege gelaten, want we hadden eerder moeten scoren. Ja, dat lijkt me duidelijk. Als we kijken naar de concurrentie, SC Volendam verloren. Volgende week speelt NAC bijvoorbeeld tegen concurrent Sparta. Ja, het kan de omkeer zijn, hè, deze wedstrijd. Ja, niet alleen deze wedstrijd, maar ze moeten een hele week moeten we weer bij de les zijn. Dan moeten we weer duidelijkheid geven in manier van spelen naar Sparta toe. En inderdaad, Sparta is de volgende wedstrijd en dat is ook weer de belangrijkste wedstrijd voor ons. Maar goed, dat de tegenstanders nu punten hebben laten liggen, dat is prima voor ons. Maar wij moeten gewoon naar onszelf kijken en elke wedstrijd aangaan om te gaan winnen. En hoe ver we dan komen, dat weten we niet. Maar we moeten nog een behoorlijk wat stapjes maken in manier van spelen, in manier van verdedigen. En daar zijn we elke dag mee bezig. Hoe lang ben jij nog verantwoordelijk zeg maar, voor deze selectie? Met andere woorden, wanneer komt er een andere trainer? Een nieuwe trainer? Ja, ik denk deze week. Ik denk dat hij deze week bij ons aan zal sluiten. En dat betekent dat ik en Rob gewoon weer de dingen gaan doen die wij eigenlijk altijd deden en doen. Worden jullie gekend in de keuze? We hebben in ieder geval met z'n allen bij elkaar gezeten om een profielschets op te maken van de nieuwe trainer. En wat is dan het belangrijkste? Ja, het belangrijkste is dat het een moderne trainer moet zijn die duidelijk is en voorbeeldgedrag vertoont. Weet je wel, dat soort termen, maar goed, dan wijden we wel heel erg snel uit. Maar we hebben zes onderdelen waar een trainer dan ongeveer aan moet voldoen. Maar ja, goed, dat zijn dan termen, Ronald. Ja, goed, die kan ik zelf ook wel bedenken. Dat lijkt me niet zo heel erg moeilijk. Ja. Maar ja, wat wel belangrijk is natuurlijk, die nieuwe trainer, moet die banden hebben met NAC of juist niet? Of is daar geen uitspraak over gedaan? Nee, maar dan kijk ik even op persoonlijke titel. Dat lijkt me dan niet zo belangrijk of die wel of geen banden mee met NAC heeft. Het moet gewoon passen binnen het profielschets van de club die we opgesteld hebben met z'n allen. En dat we daar nu ook gewoon heel gedegen en een goede keuze maken. Hey, deze drie punten, belangrijk natuurlijk als ik naar de ranglijst kijk, maar ook belangrijk denk ik voor de rust binnen de club. Want ja, de supporterstondag is natuurlijk wel langs het lijntje tijdens de training. Wat vond je daarvan?
Nou ja, kijk, dat supporters de club steunen door dik en dun. En die hebben we NAC gelukkig heel erg veel. En daar zijn we denk ik met z'n allen ook heel erg blij om. En de intentie gisteren van de supporters die waren zeker oprecht en gemeend. En daarin ook duidelijk en goed. Zeker aan het einde van de training. Toen hebben ze namens één persoon hebben ze dat verwoord. En dat was gewoon keurig netjes. Alleen het startte wel een beetje met een manier waarvan ik denk van ja, dat had misschien anders gekund. Beetje grimmig. Ja, maar goed, dat mensen boos zijn, dat mag. En teleurgesteld zijn, dat mag. En dat moet misschien, dat hoort ook wel bij de club NAC. Maar uiteindelijk liep dat uiteindelijk met een heel goed gesprek van de woordvoerder van de supportersvereniging naar ons toe. Was dat gewoon keurig netjes vertaald door die persoon, dus geen probleem.